We hebben gepraat over iconen. Iconen in de filmwereld. Heel leerzaam ook om de verschillende perspectieven te horen. Wat ik belangrijk vond vandaag om te laten horen is eigenlijk wanneer mensen iconen gaan idealiseren. Dus een icoon is een icoon. En wanneer bijvoorbeeld jongeren of mensen ervoor kiezen om in de criminaliteit te gaan, dat het niet alleen te maken heeft met dat die iconen er zijn, maar meer waar deze iconen voor staan. Dat is veel belangrijker om te snappen eigenlijk. Je kan criminelen zien als goed of fout, maar ik kijk meer naar waarom gebeurt het eigenlijk? Waarom doen ze het? En zo ook dus met films, om de kijker eigenlijk te laten begrijpen hoe zo'n karakter werkt. Of hij nou een crimineel is of niet. Ik vond het verrassend dat ik toch merkte dat heel veel mensen nog bezig waren met de oppervlakte van hoeveel invloed heeft geweld. Ik vind het best wel ouderwets. Het gesprek aangaan, dat heb ik wel geleerd. En dat blijft gewoon super belangrijk. En op deze manier kunnen we van elkaar leren. En hoop ik ook dat we verandering kunnen aanbrengen op een positieve manier.